Goedendag, Marianne. Vandaag is er champignonsoep met wortelstomp en worst. En als dessert vanillepudding met hagelslag. Hammond Achel heeft sinds kort een buurtrestaurant. Buurteluur is de naam en het wordt 2 keer per maand georganiseerd. Nou, wie in de Ria? Op Loewijk, tweede donderdag van de maand. En een Achelstage, de vierde donderdag. Uit een bevraging van het OCMW bij alleenstaande senioren bleek dat er wel nood was aan een initiatief om het dorpsgevoel te versterken. En dan vooral in de deelkernen Hamond, Loo en Achelstatie. En de formule van het buurtrestaurant slaat aan, zowel bij jong als oud. Het is gewone dagelijkse kost, maar meer hoeft dat niet te zijn. Hè. Het is voor de gezelligheid dat we hier komen. Je ziet de mensen samenkomen, je ziet de mensen in kleine groepjes vooral. Hier kom je bij mensen zitten waar je anders niet bij zit. En dan heb je een gezellige babbel. Vooral voor mensen die alleen zitten is dat heel belangrijk. Want sommigen zien op een hele dag niemand. Om 11:45 gaan de deuren open. Om 12:00 wordt de soep geserveerd. De vrijwilligers die zijn dan al even in de weer. De vrijwilligers die komen rond 11:00 om alles klaar te zetten en de tafel te dekken. Er worden altijd mooie bloemstukjes gemaakt voor op tafel. Dus het is eigenlijk altijd een heel erg feest als de mensen naar hier komen. Hier wordt er afgewassen. Zij zijn nou mannen van de bierhal. We zijn vandaag voor de 2 kerkdorpen samen. Hebben we bijna 20 vrijwilligers kunnen vinden. Dat zijn mensen die heel enthousiast hier de bediening doen. Maar ook het onthaal, nadien de afwas en zo verder. Dus dat valt heel goed mee. En voor de maaltijden zelf hebben we beroep gedaan eigenlijk op een sociaal economiebedrijf. En we hebben nu een samenwerking met de bierhal Klommel, die specifiek een horecaafdeling heeft waar ze maaltijden bereiden. Nog een tijdje bij? Ik heb eigenlijk echt genoeg, dank u wel. Die krijgen zoveel dat ze genoeg hebben. Hè? Met honger weggaan, dat gaat niet. Hè? Wie bij Buurteluur wil komen eten, dient wel vooraf te reserveren. Voor 9 euro drie dagen kan je hier van tevoren een vers gekookte kaarten krijgen. Aankopen voor 9 euro. Voor een volledige middag. 9 euro, dat is niet veel. Hè. Dan kunnen ze zelf niet beginnen te koken. Hè. Deze mensen hebben alvast genoten. Ja, het was heel lekker. Ze hebben het goed klaargemaakt. Het is de derde keer al dat ik hier ben. Dus het valt mee, want anders dan zou ik niet terugkomen.